Rick Romijn maakt Ronald Molendijk met de grond gelijk, hij vindt zichzelf te koel. We weten eigenlijk niet waarom hij hier uitspraken over doet, maar Radio Veronica's idee-kik Rick Romijn heeft blijkbaar een duidelijke mening over Ronald Molendijk, en die laat hij horen ook. In de nieuwe revue laat Rick weinig over van shownieuwsverslaggever Ronald Molendijk. Dat hij sommige artiesten niet kent, vind ik niet kunnen. Als je aan de desk staat, moet je William Spaaij natuurlijk wel kennen, geeft hij als voorbeeld. Ronald vindt zichzelf waarschijnlijk te cool om tegelijk DJ te zijn en te weten wie een grote rol speelde in de musical over Annie M. G. Schmidt. Ondanks dat Rick er een felle mening op nahoudt, net als de mannen van 6 overigens, stoort hij zich er niet aan, zegt hij. Ik vind het niet storend wat hij doet, maar als hij over bepaalde muziek zegt dat hij het niet goed vindt, krap ik wel eens achter mijn oren, laat hij weten. Kijk, hij heeft 1 keer in zijn leven een klein top 40 hitje gehad met de rode schoentjes. Ik vind hem een aardige gozer, maar Molendijk heeft niet de statuur om muziek van anderen te bekritiseren. Rick erkent echter wel dat Ronald vroeger een aantal successen heeft gehad en dat Heine Town in Rotterdam heeft grootgemaakt. Ik kwam er vroeger geregeld, hij draaide daar echt geweldig. Maar ja, die tent is al jaren failliet. Hij is nu entertainmentdeskundige en dan denk ik met alle respect, wat heeft hij gedaan in de showbiz? Tja, we zijn benieuwd of Ronald hier nog op gaat reageren. Vorige keer sloeg hij namelijk hard terug.